Wat nou oudjes? Een programma over bijzonder oude Rotterdammers die nog volop in het leven staan. En met oog op onze toekomst. Want wie nu geboren wordt, maakt goede kans 100 plus te worden. Vandaag een dag uit het drukke leven van de 92-jarige Chinese Fung Pingqian. Rijden we mee tijdens een opfrisdag rijvaardigheid voor senioren. En vertelt onze geriater over de maatschappelijke gevolgen van de ouder wordende mens. Maar we beginnen in de Chinese kerk op Katendrecht. De 92-jarige Fung Pingqian komt hier 2 keer per week. Op zondag is er een dienst, maar elke woensdag wordt hij gezongen en gedanst op christelijke liedjes. Fung Pingqian kwam in 1981 uit Hongkong naar Nederland. Tegenwoordig woont ze in een wooncomplex voor Chinese ouderen in het centrum van Rotterdam. Dit is het appartement van mevrouw Chan. Mevrouw Chan spreekt geen Nederlands, daarom vertaal ik voor haar. Mevrouw woont hier aan 1,5 jaar. Want we zijn nog maar 1,5 jaar geleden begonnen met dit huis. Mevrouw is ook bijna de eerste die aanmeldt bij ons. Ze vindt het heel erg leuk om hier te wonen. Om hier te wonen, dat is alleen maar plezier hebben en dingen doen waar zij zin in heeft. Deze zaal wordt Rummy Cup gespeeld. Mevrouw Chan is er erg goed in. Zij kan ook andere mensen gewoon leren om Rummy Cup te spelen. Naast mevrouw Chan zit een mevrouw die komt van buitenaf. En elke maandag en donderdag komt ze hier spelen. En mevrouw is erg actief, vroeger en tot nu toe. Zij doet met alles mee. En niet alleen hier in huis, maar ook in de kerk, ook in de Chinese ouderenvereniging doet ze ook heel veel. Ze gaat ook mee dansen, gaat ze zingen. Ze doet alles mee, ze is erg actief. Als ze vrij heeft, nog tijd heeft, dan gaat ze boodschappen doen, ja. Bij de Chinese toko's, ja. En wat koopt ze allemaal? Ze koopt dingen om te koken, want zij kookt ook een heel klein beetje voor haarzelf. En gezonde eten, wat ze lekker vindt, dat kookt ze zelf, ja, elke dag. Deze foto heeft met de burgemeester gemaakt omdat mevrouw lintjes heeft gekregen. Waarvoor? Voor de activiteit die ze afgelopen jaren heeft gedaan. Ze heeft heel veel gedaan voor de ouderenvereniging. En ze is ook de mede-oprichter van de ouderenvereniging. Oh. Is ze trots? Ja, gewoon mooi samen, jouw koffer. Ja, heel erg trots. Ja. Hongkong. Ha? Hongkong, want die zijn de. Die zijn de zij, die zijn de zuna. Ha? Die zijn de zuna. Die zijn de zuna. Die zijn de zuna. Die zijn de zuna. Die ja, die zijn kleinkinderen van mevrouw Chang, die uit Hongkong zijn gekomen om haar op te zoeken. Oké, okay, nee. Ja. Ze heeft geen heimwee naar Hongkong. Nee. Waarom niet? Waarom niet? Omdat ze hier al heel lang woont.
bevalt heel goed, hè, voor haar in Nederland. Maar toen heel leuk, ja. Ja. Ze bevalt heel goed hier in Nederland, ja. Die is ook achter kleinkinderen. Omdat haar zoon woont in Nederland. Daarom komt zij ook in Nederland wonen. Zij heeft nog dokters in Amerika. Maar zij wil liever wonen vlakbij haar zoon. Zij doet contact met haar kinderen via de telefoon, maar ook via de tablet. Ook met gesprekken uit Amerika, dat doet ze ook met de tablet. Why? De huisarts heeft ooit gezegd dat mevrouw nog gezonder dan zij zelf. Ja. Ze is nog erg fit voor haar leeftijd. En wat doet ze daarvoor? Ze eet gezond. En ze doet elke ochtend gymnastiek. Ja, dat is misschien de methode om, om oud, gezond uit te worden. Ze ziet er ook gelukkig uit. Gelukkig, vraag ja. Of ze gelukkig is? Nee, ja, erg gelukkig, ja. Met het groeiend aantal ouderen neemt ook het aantal activiteiten voor ouderen toe. Op gebied van sport, hobby's, cultuur of gewoon gezellig samenkomen is er elke dag in elke wijk van alles te doen. We proberen om de klok rond de 50 uit te laten. Echt een non-stop. In deze aflevering verzamelen we in het Maasgebouw bij de Kuip een opfriscursus rijvaardigheid. Speciaal voor oudere automobilisten die nog niet toe zijn aan vervoer op maat. Goed gedaan, alstublieft. Fijn, dank u wel. Vandaag testen we de rijvaardigheid van senioren. Dus mensen die nog zeg maar officieel aan het verkeer deelnemen. En kijken we of dat ze nog een goede weggebruiker zijn, een veilige weggebruiker. Zodat ze van alles nog op de weg kunnen doen en zo lang mogelijk mobiel kunnen blijven. Alles wordt wat minder. Ogen, oren, reactie. En daar vandaan dat wij het heel belangrijk vinden dat die senioren, als ze tenminste nog aan de weg verkeer willen deelnemen, dat ze dat op een veilige manier kunnen doen. Het is al een tijd geleden dat ik gereden heb, dus vandaar. Ik wil graag nog eens even weten hoe mijn verkeerstechnische kennis ervoor stond. Het is heel lang geleden dat ik mijn rijbewijs ooit gehaald heb. En ja, er is wel heel veel veranderd. En als ik dan over snorfietsen hoor en bromfietsen en weet ik allemaal, dan denk ik nou. En je komt ook nog wel eens borden tegen dat je zegt van hey, dat weet ik toch niet meer precies. Ja hoor, dat is allemaal goed, hè? Ja, hè? En de achterkant ook, want ja, de meeste mensen begrijpen niet dat een rijbewijs twee gedeelten bestaat. Ja, ja. En de achterkant is uw medische geschiktheid. Ik heb niet het idee dat ik echt altijd alles fout doe met rijden en zo, maar ik vind het wel belangrijk om te weten wat ik beter kan doen. Er sluipen dingen in. Ik ben zover. Ja? We gaan de auto opzoeken. Daar gaan we. Prima. Oké. Okay. Ik ben gisteren nog uit Zuid-Limburg terugkomen rijden. Ja, vakanties. Maar eigenlijk wel alleen in Nederland, hoor, moet ik zeggen. Met vakantie in het buitenland, dat doe ik niet meer. Let op, hè, want u nou dood. U bent links opgesteld. Naast u had u ook een vak om links aan te staan. Okay. En u gaat gewoon in de bocht, boem, zo naar rechts. Nou, oké. Schrijf het op? Ja, oké. Okay. Ik hoop dat u dat allemaal... Ja, nee, zonder meer. Ja, ja. Ja, het was even die rijstrookwisseling waar we de problemen hadden. Ja. Hè? Ja. Ik wens u verder heel veel succes heel in het verkeer. Ja? Ja? En verder blijven rijden. Ja, oké. Okay. Gaat het? Ja. Helemaal goed. We sluiten af met een vraag aan de oudere specialist. Ja. Het hoofd van de afdeling geriatrie van het Erasmus MC. Vandaag, wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het groeiend aantal ouderen? Het feit dat wij zoveel ouderen hebben, het is een fenomeen van de afgelopen 150 jaar. Het is heel snel, waardoor men nu druk bezig is
om goed erover na te denken. Hoe kunnen we deze nieuwe groep oudere mensen die heel veel zorgbehoeftig is, hoe kunnen we deze mensen ontvangen? Moderne maatschappijen zijn gebouwd voor een andere soort van populaties. Maar nu zien we steeds vaker senioren die andere behoeften hebben. In het kader van hobby's of voorzieningen die heel veel kosten misschien. Voor zorgstelsel natuurlijk. En alle vormen van hulp, medische hulp, maar ook hulp in de huishouding. En onze maatschappij is nog niet hier, ja, we zijn nog niet klaar voor. Een van de grote problemen van een maatschappij die steeds ouder wordt, is sociaal isolement. Ja, dus er zijn bijvoorbeeld heel veel experimenten. Het is nu een beetje achterhaald als je denkt aan videotelefoontjes. Maar dat was een van de programma's van de EU van de afgelopen jaren. Juist om sociale contacten tussen ouderen, maar ook tussen ouderen en hun dierbaren te faciliteren. Het feit dat wij echt een nieuwe categorie van patiënten zien. Dat zijn mensen die ernstige ziektebeelden hebben kunnen overleven dankzij de nieuwe behandelingsmogelijkheden, nieuwe diagnostiek. Dus dat zijn chronische patiënten. Dus ze zullen nu nooit genezen, maar wij zullen deze patiënten blijven behandelen om een acceptabel of optimale kwaliteit van leven te bieden. Dus deze groep is enorm aan het stijgen. Het is voor het eerst dat zoiets gebeurt. We weten nog niet hoe wij daarmee moeten handelen. Volgende week in Wat Nou Oudjes bezoeken we de 90-jarige Miek van Velsen in haar appartement. Ooit gebouwd voor jonge, werkende vrouwen, maar na 50 jaar woont ze er nog steeds.